Karpatische herdershonden zijn van oudsher zijn ze al samen met de schapen opgegroeid. Ze beschermen de schapen, ze leven ook samen met de kudde. En het is eigenlijk hun familie. We hebben natuurlijk het recente vernieuwde gevaar van de wolf als predator. Nou ja, de wolf die is in 2015 voor het eerst in Nederland gesignaleerd, gezien. Dat is in Drenthe. Dus we moeten leren om met die wolf om te gaan. En dat betekent dat we de kuddes, de schapen, de dieren, goed moeten beschermen. Tegenwoordig doen we 7 dagen per week hoeden. Dan staan de schapen 's nachts in een heel klein vakje waar we heel veel stroom op kunnen zetten. En wat natuurlijk een heel groot verschil is, is dat die kuddebeschermingshonden erbij zijn. Op het moment dat ik ergens ga hoeden met de kudde, dan checken ze de omgeving. En op het moment dat zij die omgeving veilig vinden, dan gaan ze slapen. Ze zijn eigenlijk altijd heel laag in de energie totdat ze wakker worden als het ware, omdat er iets is. We hoeven niet bang te zijn voor deze honden, maar respecteer ze wel, want ze hebben een functie om de kudde te beschermen. Je mag rustig even kijken, maar beweeg ook gewoon rustig verder. Ga niet op de kudde af, maar hou afstand. Zeker als je de honden hoort aanslaan, loop dan de andere kant. Kunnen we op een goede manier deze natuur beheren en kan de recreant ook van het natuurgebied genieten. De honden zorgen er uiteindelijk voor dat mijn werk makkelijker wordt. Dus ja, het geeft echt wel een prettig gevoel dat ze erbij zijn.